Ik zie een stelletje pinguïns lopen. Nou ja, lopen. Ze willen oversteken, maar er ligt daar geen zebra. Ze moeten die brede rivier zien over te komen. Ga jij eerst, of zal ik als eerste gaan? Nee, naar jou. Nee, naar jou. En nou staan ze allebei eigenlijk voor pinguïn met de korte achternaam te wachten op elkaar. Pinguïns kunnen niet vliegen, ook al hebben ze vleugels, laten zich graag uitwaaien op het strand en ze hebben een lekker kopje. Welkom terug. Oei, die ene die lijkt dan toch de stoute pinguïnschoenen aan te trekken. En dan denk ik, ja, bekijk jij het maar. Ik ga toch mooi naar de overkant. En die andere, die is bang. Die is doodsbang. Die scheidt zo in zijn pinguïnpakje. Even goed kijken waar je je platte pinguïnpootjes neer kan zetten. Nou ja, daar gaat hij. Beetje droge voetjes houden. En hij is aan de overkant hoor. Maar wat gaat die andere nou doen? We gaan er even tussenuit, mensen. Hey, nog een pinguïn. Die stapt over het ijs en die... Hey, die zakt er zo door. En kijk eens even, sinds al die anderen gaan hem redden. Het is een heel sociaal beestje. Dat wel. Welkom terug. Nou, die zal wel hetzelfde gaan doen. Maar ja, die durft niet, hè? Die dorst het niet. Oh, laat ik even mijn bril vallen daar beneden. Even oprapen. Zo. Hey, hoe is hij nou aan de overkant gekomen? Ja, heb ik net het hoogtepunt gemist hier. Dat is lekker, zeg. Diks, waanzinnige dierendocu. En, nou ja, laat maar gaan. Hij heeft zijn angst overwonnen. Daar gaat het om. Ik weet niet hoe, maar het is zo. Ik zeg altijd maar zo, volgende keer beter. Ah. Volgende keer beter.